Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn vorige video, voor het geval je die gemist hebt, ging over mijn zwangerschap. En in deze video wil ik een aantal zwangerschapsboxen die je gratis kunt aanvragen aan jullie laten zien en samen met jullie unboxen. Als je zwanger bent, dan kun je bij een aantal winkels een gratis zwangerschapsbox ophalen. En in die box zitten heel veel reclamefoldjes, maar ook een aantal leuke producten. En ik heb 3 boxen opgehaald. En de eerste, ik zal ze even bijpakken. De eerste is de blije doos. Die kan je ophalen bij Prenatal. En de tweede is de zwangerschapsbox van Ouders van Nu. En die kan je ophalen bij Blokker. En de derde is eigenlijk niet echt een zwangerschapsbox, maar dit koffertje. En dit koffertje heb ik gekregen van onze verloskundige. En volgens mij doen meerdere verloskundige praktijken dat. Dus ik wilde ook eventjes de inhoud van deze aan jullie laten zien. En deze is heel leuk met woezel en wippel op. Laat ik beginnen met de blije doos die je dus kan ophalen bij Prenatal. Hij is van wij.nl, bij jonge ouders is dat volgens mij. En laat ik gewoon eventjes kijken wat er allemaal in zit. Ik heb hem al bekeken, hoor, moet ik zeggen. Maar ik ga eventjes alle producten eruit halen die erin zaten. En dan laat ik de foldertjes en zo eventjes buiten beschouwing. Ik ga nu eventjes puur de producten langs. De foldertjes zijn meestal toch niet zo heel erg spannend. Allereerst een pakje Pampers. En er zitten er 22 in. Het is de maat 1, dus voor 2 tot 5 kilo. En dat is als ze net geboren zijn, dan kunnen ze deze aan. Er zit een pakje 2-in-1 hygiënische doekjes in van Dettol, altijd handig. Van Philips Avent zit er een ultra soft speentje in. En ook in een bewaardoosje volgens mij. En die is voor 0 tot 6 maanden, staat erop. Verder zit er een klein tandborsteltje in en een kleine tandpasta voor kinderen. Deze is voor 0 tot 2 jaar, soft staat er ook op en er zit zo'n bijtering aan. En deze is voor 0 tot 5 jaar. Dan zit er nog een klein potje sudocrème in, altijd handig. Beschermt, verzacht en helpt bij de rode en kwetsbare huid. Ik dacht even dat dit een foldertje was, maar dat is het niet. Het is 10 euro korting bij de Weekamp. En dat zal dan wel een bepaald bedrag zijn, denk ik. Bij besteding van 40 euro of meer staat erop. Nou, dat is altijd mooi. En het is ook gelijk een deurhanger voor aan de deur. Er zit van Always een sample in, Always Dailies. Die. Er zit een armbandje in van Prenatal en dan krijg je 10 euro korting bij bestelling vanaf 50 euro. Het is jammer dat ik deze nu pas zie, want ik heb al aardig wat bij Prenatal gekocht. Voor meer dan 50 euro. Er zit een sampletje in van Inoli Baby, het is een badolie voor de droge en kwetsbare huid. Die. Verder zitten er nog een aantal kortingsbonnen in voor geboortekaartjes en dergelijke. En dat was de inhoud van de blije doos. Dan ga ik door met de zwangerbox van Ouders van Nu, die ik dus bij Blokker heb opgehaald. Allereerst zit er een heel schattig knuffeltje in. En het is toevallig dat deze onze roze is, want toen ik hem ophaalde wist ik sowieso de inhoud van de doos niet. En wist ik ook nog niet dat wij een meisje krijgen. Maar dit is roze en hij voelt echt super zacht aan. Ik weet niet of hij van een bepaald merk is. Nou, er zit gewoon een labeltje van Blokker aan. Het is een zacht roze konijntje. Dan zit er ook weer van Pampers een sample in. In de blije doos zit dus een heel pak en dit is er eentje. En wel dezelfde maat, dus dat is handig. Dan zit er nog een speentje in. Die andere was van Philips. Deze is van Difrax. Extra Airflow staat erop, Premature, Newborn, die dus. Er zit een bakje batterijen in, altijd handig, van Blokker. Oh ja, deze doos had ik al een keer opengemaakt, kom ik nu achter, want daar zat ook een flesje Jills in, 0.0, maar die is al op, dus die zit er niet meer in. Er zitten 2 bonnen in van de CNA, bij besteding van 25 euro aan babykleding krijg je 5 euro korting. En bij besteding van 35 euro aan dameskleding krijg je 5 euro korting.
merk dat ik toch eventjes die foldertjes aan het kijken ben. Deze is bijvoorbeeld van My Muesli, dat je gratis muesli kan. Oh, een probeerpakket is het die je kan aanvragen. Dus die. Viva Mama, een klein magazine. Er zit een kraambezoekboekje in. Hey Baby staat erop. En daar kan je dus, er staan allemaal vragen in. Er staat hoe ik heet en dan moet je dan mijn naam invullen. Je zult hem waarschijnlijk bla 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 gaan noemen. Ik had dit voor je meegenomen. Nou, het is gewoon zo'n dingetje wat je in kan vullen. Dus die zit erin. Van Davita Von zit er een pakje multivitamine in. Het is een probeerverpakking. Ik weet niet hoeveel dat erin zit. Oh, het zijn er twee. Oh nee, sorry, drie tabletten. Ik slik zelf ook multivitamine. Ik weet niet of het helpt. Ik heb trouwens ook deze van Davita Von, want die kreeg ik van mijn schoonzusje. Ja, baat het niet als gaat het niet, denk ik dan altijd maar. Dan heb ik hier nog het Mama Zomerboek. Het is winter. Ik weet niet waarom dat er een zomerboek in zit. Misschien dat dit een beetje een oude doos is of eentje die er al een tijdje stond. Maar goed, alsnog leuk om te lezen. En dan zitten er tot slot nog twee tijdschriften in. De ouders van nu zwanger. En de gewone ouders van nu. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Gewoon eventjes door te bladeren. De interessante artikelen. En dan ga ik door naar de laatste doos. Of eigenlijk dit koffertje wat ik dus van de verloskundige gehad heb. Ik hoorde van meerdere mensen die niet bij dezelfde verloskundige praktijk zitten. En zelfs niet eens in dezelfde stad wonen als ik. Dat dit soort koffertjes uitgedeeld worden door verloskundigen. Dus je kunt het dus niet echt aanvragen. Maar waarschijnlijk als je zwanger bent. Of misschien, ik weet niet. Dan krijg je hem van je verloskundige. Even kijken. Dit is een doosje van een kinderopvang. Hier in de buurt. En daar zit zo'n doekje in. Met van die labeltjes eraan. En volgens mij vinden de baby's dat heel leuk. Omdat er verschillende structuren zijn. Om daar een beetje aan te voelen. Eens kijken. Er zitten twee borstcompressen in. Handig als je borstvoeding geeft, denk ik. Wil ik ook wel gaan proberen, of dat het, maar ik denk natuurlijk nooit of dat lukt. Maar ja, ik wil wel gaan proberen om borstvoeding te geven. Dan zit er nog een flesje in. Ook altijd handig. Nog een speentje. Dit is de derde. Ook van Philips Avent, de mini. Ook van 0 tot 2 maanden was die andere volgens mij ook. Er zit een pakje babydoekjes in van Neutral. 0% parabenen, 0% kleurstoffen en geen parfum. Gewoon een full size babydoekjes. Heel fijn. Dan van VSM Kind zit er een Calendulan billenzalf in. Dat is ook altijd fijn om te hebben, denk ik. En er staat op bij luieruitslag beschermt en verzacht de schrale, rode en gevoelige babyhuid. Met allemaal natuurlijke ingrediënten van 0 tot 4 jaar. Die. Dan weer zo'nzelfde potje pseudocreme. Een kleintje als ook in die andere box zat. En deze hebben we ook al gezien. Dat zijn weer de multivitamine van Davita Von. Van Kruidvat zit er een maat 1 newborn luiers in. Of eigenlijk is er eentje een sample. Deze hebben we ook gezien. Weer die badolie van Inoli Baby. Er zit weer een ouders van nu zwanger magazine in. Wel een andere editie dan ik net liet zien. Er zit een samen zwanger magazine in. Er zit het tijdschrift Kindje opkomst in. En tot slot een slabbetje. Deze. En dat was het. Dat waren de drie boxen die ik samen met jullie wilde unboxen. Ook al had ik ze zelf al eventjes bekeken natuurlijk. En ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als dat zo was, geef de video even een duimpje omhoog. Daar ben ik altijd heel blij mee. En ik zie jullie graag weer in een volgende video. Doei!